Weer een gloednieuwe video hier op Loki van Nel. Leuk dat je allemaal weer kijken. Doe even een duim omhoog, want je ziet het al aan de titel. Aftan in van Vlaanderen, aflevering 10. Vind je dit nou een leuke serie en wil jij daar gewoon meer van zien? Want het zal waarschijnlijk nog wel even een tijdje duren. Abonneer dan zeker en druk gelijk even op het belletje, zodat je bij je notification squad hoort. En dan krijg je gewoon overal meldingen van. Ja, lijkt mij gewoon ideaal, mensen. Maar daar zijn we niet voor. We zijn natuurlijk voor, gewoon voor deze serie, weet je. En ja, die kan best wel eens lang gaan duren. Want het gaat natuurlijk om Vlaanderen die een info moet krijgen. Oftewel, dat zal er waarschijnlijk wel even 2 goaltjes of 3 goaltjes moeten maken. Of mee voor 3 assists of 4 assists moeten geven. En ja, als je elke keer maar zo kort mag invallen, dan wordt het ook niet veel. Dus dat was ook weer het geval bij de wedstrijd tegen Chicago Fire. Vlaanderen mag natuurlijk wel invallen, want ja, hij is natuurlijk wel herstellen van zijn blessure. Dus ik kan me voorstellen dat je even rustig aandoet. Maar ja, hij heeft helemaal naar niks ingepresseerd. Hij heeft geen goal gemaakt, hij heeft geen assist geleverd. Ja, dat is best wel jammer eigenlijk. Ja goed, als invallen, ja, je kan niet anders doen, zeker in die korte tijd. Ja, we willen hem gewoon in de basis zien, mensen. En daar ging ik de vorige keer stellig vanuit. Ik voorspel namelijk 4-1 voor Atlanta United. Vlaanderen in de baas en Vlaanderen een goal. Ik denk dat hij gelijk in de vorm krijgt, maar toch, ik was positief. Maar wat gebeurt er? Niet in de basis, geen goal. En het werd 2-1. Dus hoeveel coins heb ik verdiend? 500, ja lekker. Tuurlijk, ik kan de coins niet verdienen, dat snap ik zelf ook wel. Maar weet je toch leuk voor het gevoel als je heel veel goede voorspellingen hebt? Ja, nou heb ik eigenlijk alleen de winnaar goed. Ja, dat is ook niet meer zo heel lastig. Want Atlanta United doet het beter dan verwacht. Sterker nog, ze staan gewoon op de eerste plek, want New York City heeft blijkbaar een paar wedstrijden verloren, of punten verspeeld in ieder geval. En ze hebben een wedstrijd meer gespeeld. Dus Atlanta United staan nu 2 punten voor op New York City. Nou moet Orlando ook nog spelen, dus dat wordt waarschijnlijk dan, dus even kijken, dan staan ze op gelijke punten. Maar dan kan Atlanta United weer 3 punten boven Orlando City uitkomen als ze winnen van Sporting Kansas City. En die wordt dan vannacht gespeeld, maar daar gaan we later in deze video nog op in. In ieder geval, het werd dus 2-1 voor Chicago Fire. 2-1 voor Atlanta United tegen Chicago Fire, want Atlanta United wint alleen maar, what the fuck. Ze begonnen het seizoen met een 4-0 nederlaag en hebben nu alleen maar alles gewonnen, volgens mij. Of 1 gelijkspot. Ja, 1 gelijkspot in New York City en de rest alleen maar gewonnen, what the fuck. In ieder geval, dat was dus gewoon op zich een goed resultaat door een overwinning uit bij een ploeg. Ja, was altijd gewoon prima. Maar ja, Vlaanderen dus niks op zich, dat is dan een beetje jammer. En er zijn een paar mensen die hebben het heel goed voorspeld. Sterker nog zijn er 2, zijn namelijk Kevin en Niels. Niels hebben we eigenlijk gewoon gepikt van Kevin. Maar goed, Kevin, ja, ik weet niet wat jij met je voorspellingen hebt. Of jij, heb jij een glazen bol voor je of zo? Ja, ik heb ja, alleen maar een etui of een, weet ik veel wat, een woordenboek voor me. Maar ik heb helemaal geen glazen bol. Ja, zo zielig ben ik nou weer. Maar ja, ik weet niet hoe jij al die goede voorspellingen doet. Maar het wordt wel een beetje eng. Ja goed, Niels heeft gewoon letterlijk gepikt van hem. Dus ja, dan heb je toch een 2000 coins. Want Kevin is nu heel flink uitgelopen op de rest. Nou ja, niet op Niels, want Niels is met gelijke hoogte meegegaan. Als Niels elke keer zou inpikken van Kevin, dan ga je eigenlijk altijd dezelfde achterstand houden op Kevin, maar maakt niet uit. Kevin staat nu op, als hij mijn hoog gezegd, 13.500 coins. Ik laat nu ook even de, wat iedereen heeft gehaald, zeg maar, in elke ronde. Straks laat ik even de stand zien. In ieder geval, jullie kunnen zien dat Kevin dus 2000 heeft verdiend. Niels onder andere ook. Ik maar 500, Mark als het goed is 1500. Ja, ga zo maar door. In ieder geval heel veel mensen meegedaan. En wat ook leuk is om te melden, we hebben een nieuwe gast. Of ja, een nieuwe gast, een nieuwe kijker. Een nieuwe persoon die onderdeel is van deze serie. Want ja, iedereen die meedoet is eigenlijk gewoon onderdeel van deze serie. En dat lijkt me toch best wel fijn als abonnee. Dat je ook echt onderdeel kan zijn van de serie. In plaats van, oh, ik kijk naar een serie, ik heb geen invloed. Nou, je hebt ja gewoon alle invloed die je wilt. Het is namelijk Rob. Rob is nieuw op mijn kanaal sinds een weekje als ik het goed heb. Hij is ook gelijk bij een aantal livestreams geweest. En bij mijn eerste video's sinds dat hij is gekomen heeft hij ook gelijk gereageerd. Super dank daarvoor. En ja, hij heeft uiteraard ook gelijk en geabonneerd. Ja, dat is, lijkt me wel zo logisch. Daar ben ik gewoon heel erg blij mee. En hij dacht van, ja, ik ga gewoon meedoen, weet je. Fuck die Kevin, ik ga gewoon een hele inhaalslag maken. En dat vind ik nou bewonderenswaardig. Hij is begonnen met 1000 coins. Hij had namelijk de winnaar goed. En dat hij geen goals maakt aan mijn ogen gezicht. Op zich 1000 coins is gewoon prima begin, als je bedenkt dat sommigen met 500 coins begonnen bijvoorbeeld. Dus het is gewoon prima begin. Ja, ik ben blij dat hij meedoet in ieder geval, want ja, boven hem staan 2 mensen die gewoon helemaal niet meer meedoen. Dus die kan die sowieso makkelijk inhalen. Maar het is gewoon leuk als mensen lekker actief meedoen en ik ben blij dat Rob in ieder geval gewoon goed mee wil doen aan deze serie. En hopelijk gaat hij echt een hele leuke inlaanslag maken. Ik bedoel, als hij nou even elke keer gewoon even een voorspelling goed hebt, weet je, dan kan hij misschien Kevin gewoon inhalen, weet je. Maar dan moet Kevin niet gaan inpikken van Rob. Ik bedoel, dat is niet de bedoeling, Kevin. Foei. In ieder geval, thanks daarvoor. En nu laat ik even de stand zien, waarbij Rob dus automatisch wel onderaan staat. Maar geloof me, hij heeft volgens mij 1 goede voorspelling te hebben en hij heeft Robin en Lucas ingehaald. En we zien ook een beetje een verschuiving, want nou ja, ik ben sowieso iets meer gedaan met mijn 500 coins. Niels is weer gestegen. Mark is natuurlijk heel flink gestegen met 500 coins.
En Milan heeft ook een klein sprongetje gemaakt. Maar dat kwam meer omdat andere mensen niet hebben meegedaan. Wat natuurlijk door alle omstandigheden kan. Heb ik uiteraard respect voor. Hoop ik wel dat jullie de volgende keer gewoon mee kunnen doen. En dat is natuurlijk die volgende keer is vandaag. Want je zal sowieso denken, waarom komt er een Altena van Info Flabba op woensdag? Omdat Illinois blijkbaar door de week speelt. En dit heeft natuurlijk te maken met die wedstrijd om in te halen. Want New York City en nog een andere ploeg die hebben al 10 wedstrijden gespeeld. Dus Illinois gaan nu de 10e wedstrijd spelen. Dan in het weekend, zeg maar. In dit geval maandag dan. Dan komt de 11e wedstrijd weer. Dus dan is alles als goed ook weer op orde. Al hebben sommige ploegen nog 7 wedstrijden gespeeld. Ik denk, hoe krijgen we het voor elkaar? Maar maakt niet uit. Het is Amerika. Je weet het, Trump die doet gekke dingen daar zo. We gaan dus spelen tegen Sporting Kansas City. En dat is vannacht om 1:50. Ja. Dan ben ik denk ik niet meer wakker. Tenminste, dat hoop ik niet. Ik sla een beetje slecht. Maar in ieder geval, dan hoop ik niet meer wakker te zijn. Dus het is ook van belang dat je gewoon vandaag uiteraard je verspilling achterlaat. Ik doe als je morgen beter laat. Heel simpel. Maar je kan het bij wijze van spreken ook om 12 uur 's nachts doen of zo. Niet dat dat echt heel zinvol is. Want mij lijkt het beter om gewoon te slapen. Maar in ieder geval, je kan het gewoon heel de dag doen. Dus je hebt in ieder geval goed de tijd om goed over na te denken. Dus in ieder geval wel vandaag. Het zou een beetje wel heel belangrijk zijn, zeg maar. In ieder geval, we spelen dus tegen Kansas City. Atlanta Knights staat eerste in de Eastern Conference. Maar Sporting Kansas City staat eerst in de Western Conference. Dus het wordt eigenlijk nummer 1 tegen nummer 1. En dat is dus best wel een leuke confrontatie. De vorige confrontatie tegen grote ploegen, ja, New York City 2-2. Verder, ja, 2-0 tegen LA Galaxy. Maar LA Galaxy verliest ook veel meer wedstrijden nu, heb ik vernomen. Dus ja, de IPA, de Johnny ook niet voor hele speciale dingen. Maar goed, ze hebben dus in ieder geval wel in de grote wedstrijden gewoon goed gepresteerd. In ieder geval laat zien dat ze in ieder geval beter zijn dan het niet tegen New York City tot een overwinning tot uiting kwam. Ach, weet je, we staan eerste. Daar gaat het om. In ieder geval, ik voorspel 3-1 voor Atlanta United. Villalba niet in de basis. Hij valt wel in uiteraard, maar ik denk geen goal. Ja, ik voel dat hij nog niet in de basis mag starten of zo. Ja, ik hoop echt dat ik heel erg ongelijk heb. Dan vind ik het niet erg als ik 500 coins. Atlanta United moet wel winnen natuurlijk. Maar in ieder geval, als ik maar 500 coins verdien. Omdat Villalba een hat-trick heeft gemaakt. Hij stond in de basis en zo. Het is 6-0 geworden of wat dan ook. Ik zou het fantastisch vinden. In ieder geval, ik voorspel dus 3-1. Villalba niet in de basis, hij valt wel in. En geen goal. Wat denken jullie jongens? Wat voor een voorspelling gaan jullie achterlaten voor Atlanta United tegen Kansas City? Atlanta United speelt thuis en Sporting Kansas City speelt uit. Waarschijnlijk doe ik het nu verkeerd, want de vorige keer deed ik ook al een verkeerde handbeweging in ieder geval. Dus voor jullie als het goed is, Atlanta United, Sporting Kansas City. Of dan Atlanta United thuis, Sporting Kansas City uit dus. Mooi verhaal, daar hebben we niks aan. In ieder geval, laat eens even een voorspelling achter in de comments. Zorg dat je een goede voorspelling achterlaat en laten we deze serie gewoon leuk houden. Het kan misschien lang duren, maar goed, we wachten sowieso tot de Team Season MOS. Dus als daar uiteraard een Team Season Villalba uitkomt, dan kan de serie waarschijnlijk wel stoppen. In ieder geval, we gaan er gewoon vanuit dat het in vorm komt. Hopelijk al morgen in principe tegen Sporting Kansas City. Dus nogmaals, laat even voorspelling achter en doe even duim omhoog en abonneer als je nieuw bent op mijn kanaal. Dit was voor deze aflevering van Alten en Info Villalba, aflevering 10 dus. En ik hoop jullie dit weekend weer te zien bij nieuwe video's en streams die komen. Ja, er komt vrijdag al een stream. Dus jullie zien me gauw genoeg. Laatste mensen.